Aan de hand van twee bewerkingen die jullie veel toepassen, wil ik laten zien wat de mogelijkheid zou zijn die Tensor kan bieden voor jullie. Ik heb twee bewerkingen uitgewerkt. Eerst is het om het met een U-boor een gat te boren en daarna met een T-frees een sleuf op te frezen van een diameter naar een einddiameter. Ik heb hier daar twee functies voor gemaakt. Ik heb ze even voor de eerste bewerking heb ik weter 1 genoemd, van wetering is om te boren. Dan zeg ik uitvoeren. Willen we een nieuw gereedschap laden? Je ziet hier links het NC-venster, dan zeg ik ja. Starthoogte bij het laden van het gereedschap is bijvoorbeeld Z is 50. En ik kies hier uit de lijst van gereedschappen, heb ik hier een U-boor van 38,1 ingezet. En daar staat hier het toertal en de voeding bij. Ik zeg even oké. Ik selecteer de U-boor. En het nulpunt is G54 bijvoorbeeld. En ik kan hier ingeven wat de hoogte, starthoogte voor het boren is boven de Z. Dat is bijvoorbeeld veiligheidshoogte 2. We gaan ervan uit dat dit Z0 is, maar dat had een andere waarde kunnen zijn. We gaan bijvoorbeeld 60 diep, dus ik zeg 60 mm. En de voeding waarin we dat doen is dan 100. Dat is oké. En we zien hier al de eerste bewerking voor het boren. Dus je ziet hier gewoon een G81 op dit punt. En dan is het gat voorgeboord. En we gaan door naar de tweede bewerking. Dat is dan de bewerking met de T-frees. En we gaan die ook eerst laden vanuit de bibliotheek. Ik zie hier een T-frees van 10 hebben we. En ik zeg selecteer. We hebben gekozen ook weer G54. Hier wordt de T-frees even weergegeven, waarbij de buitendiameter hier hebben we 10 gekozen. De schachtdiameter houden we op 5. En de snijhoogte, die is ook belangrijk in verband met de stapdiepte, is 5 mm. Oké. Hier zien we het plaatje van de doorsnede van het gat. Die willen we opfrezen. Dit houden we op Z0 aan. De ZV, dus de starthoogte. De binnendiameter zouden we kunnen zeggen is 40, dus 38,1. De buitendiameter D2 zouden we kunnen zeggen bijvoorbeeld is 60. De diepte van het gat is bijvoorbeeld min 40. En de hoogte van dit gat kunnen we bijvoorbeeld op 12 mm zetten. Zeggen we oké. Nu kunnen we aangeven wat tot welke z-waarde hij in R-gang kan zakken in het gat. Nou, dat is R2, of z is 2, dus dan gaat hij 2 mm boven deze waarde over in voeding. De stapdiepte naar beneden toe is bijvoorbeeld 5 mm. En de zijstap om het gat op te frezen is bijvoorbeeld 2 mm. Dus dan zal het een aantal keren gaan. Dan zeggen we oké. Nu wordt een NC-code uitgerekend, waarbij ook met de hoogte van de frees rekening gehouden wordt, zodat hij ook niet te veel wegfreest. En je ziet hier dat het uitgeschreven wordt. Je ziet dat hij elke rond gaat en iets zakt. En hier zie je dat de diameter iets groter wordt en dat hij weer van boven naar beneden loopt. En als we dit even willen simuleren, kunnen we zeggen: klik ik even op het oogje. Oké. Ik ga even naar de simulator. Die laden we hier. En hier zien we ons blok. Nou, even stapsgewijs zul je eerst zien dat er geboord gaat worden. Nu zit het gat erin. En als ik nou even een doorsnede zou maken van het blok hier. Die wordt hier nu doorgesneden en we gaan weer stap voor stap verder. Je ziet nu dat de frees van 10 geladen wordt. En dan gaan we stapsgewijs erheen. En je ziet hier, we hebben de lengte van de frees niet helemaal goed. Daar geeft hij een melding dat het op het materiaal botst. We zullen even zeggen alles negeren. Dan gaan we even stap voor stap door. Je ziet nu
dat die spiraalvormig naar beneden gaat. En weer omhoog gaat en de diameter ietsje groter wordt. En weer hetzelfde doet. Je ziet als je in de code kijkt dat hij naar beneden loopt. En doet hij tot min 40. Op diepte moet hij nog één keer de baan doen om het bodemrecht te krijgen. Dat doet hij nu. En hij gaat weer omhoog. En als we even de simulatie door zouden zetten, dan zie je dat hij, dus elke keer spiraalvormig naar beneden gaat, de bodem nog een keer pakt en de diameter iets groter maakt. Dat geldt ook voor de eerste bewerking. Als je in de bovenkant vreest, moet ook aan de hoogste positie moet één keer gewoon rondgegaan worden zonder dat de z-waarde verandert. Nou, is dit een voorbeeld van een bewerking die bij jullie nog wel eens voorkomt. En zo zullen er, zoals ik gemerkt heb, denk ik een aantal bewerkingen zijn die bij jullie heel veel voorkomen. En juist deze bewerkingen zouden met Tensor geautomatiseerd kunnen worden, waarmee je ook het meeste tijd kunt gaan winnen. Tot zover dit voorbeeld.